Hallo verkenners naar operatiebasis. Er dreigt hier lawinegevaar. Wij overnachten hier op 1700 meter. Herhaling, wij overnachten hier op 1700 meter. Sluiten. Wat gebeurt? Hallo. Kom in mijn bender hoor. Kom in mijn bender. Tegen die pas geen rent. Heb je de tafelvlekken uit op die breek, hè? Dat wordt de weg ook nog meer. Kijk eens, je moet schitterend zijn. Ik heb toch gezegd, je hoeft niet naar buitenland toe. Het is hier schitterend. Kijk eens, moet. Lekker rustig zitten. Het is uitgebreid hier zo. Kom maar voor op de stoel. Zo, ik heb de rubberrand meegenomen. Dan heb je geen probleem met je... Je weet wel, hè? Dan ga je lekker op de rubberrand zitten, hè, moet. Zo, gooi de zak eraf. Ja, dat kan toch allemaal. Ja. Zo, lekker zitten, moet. En genieten, hè. En genieten, hoor. Nou, is het niet keer. Kijk nou eens, daar ben ik ook aan de wandel. Ik dacht dat dit een privéstraat was, maar dat geeft niet. Bent u ook aan de wandel? Ja, bent u ook aan de wandel? Meneer, wij zijn hier op expeditie. Wat ben u? Op expeditie. Dit is een levensgevaarlijke expeditie. Nee, u wilt toch niet beweren dat u hier naartoe bent komen lopen? Nee. Wij zijn op de tandem gekomen, hè, wij zijn op de tandem gekomen. Tenminste, ja, de 500 meter kregen we een lekker band, hè. Maar toen heeft moe heeft mij verder gedragen op de rug. Ben ik met moe terug. Wij hebben hier 4 dagen over gedaan. Hoe lang hebben jullie erover gelopen? Wat zegt hij? Hij zegt dat wij er 4 dagen over hebben gedaan en hoe lang u erover gelopen heeft. Een uurtje, ik denk een uurtje. Een uurtje. Geen probleem. Hadden wij geen probleem. Vorige week hadden wij problemen. Toen waren wij op die berg daar, hè. Die berg, zie die berg daar? Was u daar? Daar waren wij. En toen hadden wij wel problemen, hè. Het is moe uitgekleed. 500 meter. Kabelbaan meegenomen, moe. Alle stoeltje nee, naar beneden. Is dat stilstand gekomen in een echo-punt. Hallo, nog geroepen, geen antwoord. Maar meneer, het is toch ook allemaal levensgevaarlijk? Ja, dat gebeurt allemaal levensgevaarlijk. Wij zijn hier bezig om daarboven die grote top te bereiken. Wat zei u nou? En dan het onontdekte te ontdekken en het onveroverde te veroveren. Ja, hoor, onze namen zullen geschiedenis maken. Ja, en ze zullen ons als helden vereren. Maken en men zal ons als helden vereren. Nee, u helden, hoor, ja, moeder, ben een helden, hoor, even naar boven. Oh, daar moeten we een foto van maken, hoor. Hoe we hem dan maken, we even dat vind ik leuk. Voorzichtig met de thermosfles, moe. Jongens, ga daar even staan, dan maak ik er een foto van, hè. Gezellig, beetje bij elkaar, hè. Beetje bij elkaar, iets bij elkaar, ja. En lachen, hè, jongens. Moe, iets achteruit nog, moe. Iets achteruit nog, moe. Moe! Moe! We hebben weer een thermosfles gebroken! Het is toch afschuwelijk! Ik ga zo maar kijken waar ze erachter zijn gekomen. Zeg maar, wat gaan jullie nu precies doen? Wat gaan jullie doen, meneer? Ja, hoe moet ik het u nou allemaal vertellen? Ja. Kijk nou die allerhoogste top. Waar? Die kijk dan daar! Ziet u, de Rozenkipfel! De grote kippel? Ja, die gaan wij proberen te bereiken. Oh ja. Wij gaan de onovertroffen berg beklimmen. En we worden beroemd. Ja. Zo, als je uit naar boven komt, zou je dan ons een groot plezier kunnen doen. Meneer, als we het ooit bereiken. Ja. Wij hebben namelijk vorige week hebben we daar ons luchtbed laten liggen. Kan je dat even volgens meenemen? Ja. Niemand wil een standbeeld zijn van steen. Je staat de hele dag geheel alleen. Je kan niet even lekker zitten of een uurtje lang uitpitten. Niemand wil een standbeeld zijn van steen. Het is niet leuk om van beton te zijn. Je hebt geen centje lol, geen centje gein. De honden doen alle seizoenen, hun behoefte in mijn schoenen.
Het is niet leuk om van beton te zijn. Maar het ergste is van het standbeeld zijn. Die vreselijke duiven van het plein. Die zitten mij vaak in de haren. Al zo vele lange jaren. Het is niet leuk om van beton te zijn. Ze pikken in mijn oren en mijn haar. En alles wat ze moeten, doen ze daar. Het loopt dan langzaam in mijn oren. Ik kan al bijna niks meer horen. Standbeeld zijn is vreselijk, echt waar. Toch heb ik als standbeeld wel eens pret. Ook ik moet soms wel eens naar het toilet. Ik wacht dan tot er mensen komen die rustig aan mijn voeten dromen. En die denken dan, wat regent het. La 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 la. Ik vind het er echt wel weer voor. Vindt u? Ja, het is inderdaad heel erg lekker weer. Ik krijg alleen de indruk dat Feyenoord het er een beetje bij laat zitten. Oh, oh, hoe heet Feyenoord laten bij zitten? Volgt u de voetballerij? Nee, ik hou helemaal niet van voetbal. Ik ga altijd naar Sparta. Wel veel tunnels op deze route, hè? Oh, is zo. Was mij nog niet opgevallen. Het zijn veel tunnels, hoor ik. Volgens mij passeerden wij zo even Sint-Nicolaasgaten. Ach, gaat wel, hè? Gaat wel. Dat is Nicolaasgaten. Ach, Sint-Nicolaasgaten. Daar ben ik nog geboren. Dat is niet waar. Ja. Hoor, dit meneer is geboren. Daar zal ik u heel wat over uit de broeken, uit de doeken kunnen doen. Ben u getrouwd? U? Uzelf? Ja, wij zijn getrouwd. Nog niet zo lang. Oh, niet zo lang. April. Zegt u? April. In april? In april, kort. Oh, het is nog een prille verbintenis. Ja, ja, inderdaad. Zeker wel een leuke bruiloft geweest. Wel een lachige blazen. U lijkt mij nogal een geinponum. Gangmaker. Oh, het was een prachtige dag. Was prachtig. Ja, mijn broer heeft dat persoonlijk ingezegend. Ach, ja, je hebt altijd mensen die willen zoiets verpesten, hè. Heb je altijd. Maar, wel bijzonder veel tunnels op deze route, vindt u niet? Tunnels? Tunnels. Tunnels, ja. Ik heb er niet erg in, want ik zit in gedachten, dus dan let je daar niet op natuurlijk. Begrijpelijk. Ah, we zijn er al. Dit is mijn halte. Ik zou zeggen, tot ziens en prettige reis verder nog. Dank u zeer. Goedendag. Aardige jonge man wel, hè, vrouw lief? Ik heb er niet zo op gelet, schat. Ik ben hier boven.
Zeg, jammer. Daar is niets meer aan te doen, zuster. Maar dokter, dokter, ik ben helemaal niet dood. Ik mankeer helemaal niets. Oeh. Ja. Toch klokjes na laten kijken. Kom aan. Ja. Oh, mijn allerliefste prinses. Oh, mijn allerliefste prins. Kus mij. Kus mij. Nou, dus nog even recapitulerend. Uw auto is dus gestolen. En dat was een rode auto met als bijzondere kenmerken. Er zat een ladder bovenop en een grote koperen bel, ja? We zullen hem zo snel mogelijk proberen te vinden. Dan hoort u nog van ons, ja?